natuurlijk heb ik weer een shoplog voor je. Maar vandaag niet alleen een shoplog, maar ook een winactie. Ik heb namelijk 1000 abonnees bereikt en dat vind ik gewoon super tof. Gewoon het idee, ik weet dat er veel grotere kanalen zijn en ja, dat. Maar 1000 mensen jongens, 1000 mensen die kennelijk mijn hoofd en de dingen die ik doe zo tof vinden dat ze dus zich op me willen abonneren. Dat vind ik echt super tof. En daar wil ik jullie gewoon voor bedanken. Dus aan het einde van deze video heb ik een leuke winactie voor jullie. Maar goed, daarover later meer. Terug naar de shoplog. Ik ben dus weer bij de Primark geweest. En voor de mensen die me dus nu al een tijdje volgen. Ja, 3 weken geleden kwam er ook al een shoplog van de Primark online. Maar ik zit op Instagram en ik bekijk veel blogs. En dan kom je gewoon nu op dit moment zoveel Primark dingen tegen. Want er is gewoon sale bij de Primark. Ik bedoel, het is al goedkoop en dan sale. Dat is gewoon, ja, weet je, als je het nog goedkoper kan krijgen, sorry, maar ik ben daar heel erg gevoelig voor. Dus ik ben weer even bij Primark geweest. Ik heb echt wel wat toffe dingetjes gekocht. En die ga ik je eerst even laten zien. Dus laten we beginnen. Oh, eventjes. Die gekke strepen die je hier ziet. Sorry, mijn lamellen zit omlaag. Het is echt super zonnig. Ik heb het de hele dag geprobeerd uit te stellen van nou, hopelijk dat het vanavond dan niet zo super zonnig meer is. Want dan schijnt het licht mooier in mijn camera. Of in mijn kamer. Dat is niet helemaal logisch, maar zo werkt het wel. Maar ja, nou krijg ik dus dit soort rare strepen. Dus ja, ik hoop dat ik het de volgende keer een beetje beter kan plannen. En ik hoop dat je er niet veel aan stoort. Goed, nu naar de geshopte dingetjes. Ik begin even met dit super toffe topje. Dit is echt zo'n lekker zwierig, luchtig topje in een mintgroen. Is het groen? Ja, het is wel mintgroen. Het komt op de camera iets blauwer over, maar het is mintgroen. Mintgroen topje dus, met een mooie V-hals. En op de achterkant, of aan de achterkant, is die dan open. En ik vind dat eigenlijk wel tof. Ik heb eigenlijk helemaal geen shirtjes die aan de achterkant open zijn. Dat ik dan zoiets heb van, ja, dan zie je je BH. Maar goed, ja, je ziet hoe klein het eigenlijk is. Ik bedoel, hier zit ergens mijn BH, dus die kan je nooit zien. En ik vond dit wel leuk. Een vriendinnetje van me had zoiets aan. Toen dacht ik, ja, dat staat gewoon super leuk. Je kan het leuk combineren met een blazer bijvoorbeeld. Dus ja, ik vond hem heel erg leuk. Dat zeg ik echt heel vaak, dus dat ga ik proberen af te leren. Deze dus. Dan heb ik een heel mooi jurkje gekocht. Althans, ik vind hem zelf heel mooi. En dat is dit jurkje. Het is dus een jurkje met een rits erin. Die rits zit nu echt onwijs laag, want dan zou die ongeveer tot op mijn navel open zijn. Nou, ik heb daar niet de bouw voor en ik hoef dat ook niet zo nodig. Dus bij mij zal die waarschijnlijk ongeveer zo open zijn. En het is een heel luchtig stofje. Ik weet niet of je het een beetje op camera kan zien, maar je kan er dus bijna doorheen kijken. En dat vind ik wel lekker, zeker voor in de zomer. Hij heeft een heel klein mouwtje, echt minuscuul, maar dat vind ik toch wel wat netter staan. Snap je, als je naar een verjaardag of zo gaat, dan, ja, dan is het gewoon een spaghetti ding, spaghetti bandjes, die zocht ik, is dan ook wel goed. Maar ik kan deze bijvoorbeeld ook gewoon aan naar mijn werk, want er zit een klein mouwtje aan. En dat vind ik dan toch wel dat hij hem iets chiquer maakt. Er zit een band bij dat je hem dus in je taille iets meer aan kan trekken, dus dat je hem gewoon lekker naar je figuur kan vormen. Ja, ik vond deze heel gaaf. Gewoon wat stoer door dat ritsje. En hier dus ook bovenop een goud accentje. Maar ook lekker luchtig, lekker vrouwelijk. Hartstikke leuk. Dan heb ik echt een heel leuk spijkerbloesje gekocht. En dat is deze geworden. Ik vind de kleur van het spijkerbloesje vind ik echt super mooi. Omdat het echt zo'n volwassen effect heeft. En dat geeft wat stoers. Maar dat compenseert dan weer heel erg met het kant wat bovenop zit. Dus het is best wel een stoer jekje eigenlijk. Of een ja, stoer blouseje. Alleen door dat kant wordt hij toch wel weer wat liever en wat zachter. En deze heeft dus ook een open rug. En deze is wel wat opener dan dat ik eigenlijk normaal zou kopen. Dit is, ik zal het even laten zien. Dit. Dat is dus de rug. En ik denk dat ik hier wel misschien mijn BH bij ga zien. Moet ik eventjes kijken. Ik vind hem wel heel tof en misschien dat ik dat dan maar voor lief neem. Zeker als je nog een shirt overheen of een shirt, een blouseje of zo overheen aantrekt. Of een blazer, jack, weet ik veel wat. Dan is het natuurlijk helemaal niet meer te zien en misschien valt het wel mee. Goed, daar moet ik dus echt nog eventjes naar kijken. Maar ik vond het idee, zeker de voorkant, vond ik gewoon wel heel tof. En de prijs jongens, 7 euro. Hij was oorspronkelijk 13 euro, dat vind ik ook wel niet duur. 7 euro. Ja, daar ga ik hem niet voor laten liggen. Dus die nam ik ook mee. En dan alweer mijn laatste kleding item. Ik kocht deze broek. Deze broek. En in principe is het eigenlijk vanaf hier gewoon een vrij standaard broek.
licht. Ik vind dat heel mooi voor in de zomer. Gewoon zo'n licht kleurtje. Alleen hij heeft dus al van die cuts erin. Van die gaten. Van die gaten dus. En ja, ik vond hem eigenlijk wel gewoon mooi. Ik vind het ook wel heel gaaf als het dan zo'n lichtere kleur is. Dat dan die accenten, die stiksels. Stiksels, ik ben niet zo slecht in al die namen. Die stiksels dus, dat die dan wat donkerder zijn. Dat geeft gewoon, net als bij dat blouseje, geeft dat echt wel weer wat stoers of zo. Nou, en dan zeker met die gaten erin, vond ik hem heel tof. Ik heb hem wel een maatje groter gekocht, want dat heb ik bij de Primark wel vaker. Het een zit echt super los. En dan moet ik gewoon echt een maat kleiner meenemen. En het andere is gewoon, ja, een beetje te groot. Maar goed, deze was dus, of een beetje te klein, sorry. Goed, deze was dus wat aan de kleine kant, dus die heb ik gewoon een maatje groot genomen. En dat vind ik met zo'n stoere broek, vind ik het eigenlijk ook wel weer wat mooier. Dus die nam ik ook mee. En daar heb ik een heel leuk tasje gekocht. Ik vind hem zo schattig. Ik heb best wel wat tassen, maar je kan nooit genoeg tassen, toch? Kijk nou. Het is echt zo'n buideltje en ik vind hem echt geweldig. Ik vind de kleur ook heel mooi, ik vind de kleur heel chic. En ik heb eigenlijk, echt waar, dit is niet gelogen, ik heb nog niet zo'n kleurtas. Dus ja, hé, hey, dan moet je. Ik vind hem heel leuk, heel draagbaar. Je kan hem eigenlijk met van alles en nog wat combineren. En er past eigenlijk nog best wel wat in. Volgens mij hebben ze de vulling er niet eens uitgehaald, maar nee, hebben ze niet gedaan. Meestal doen ze dat bij Primark. Hier, dit komt uit dit kleine tasje. Ik bedoel maar, er kan echt heel veel in. En aan de binnenkant, ik hoop dat je het een beetje kan zien op camera, zit dus ook nog een ritsje. Dus je hebt gewoon ook nog een plekje om, ja, het is niet heel groot natuurlijk, maar misschien je telefoon, als je niet een hele grote telefoon hebt. Die kan je daar dus nog extra in doen. En ik vond hem gewoon echt heel leuk. Kijk nou hoe schattig die is. Dus die nam ik ook mee. Dat zeg ik nu heel vaak, die nam ik ook mee. Ik weet het, ik weet dat mensen me daar ook echt op gaan wijzen. Ja, je zei heel vaak, die nam ik ook mee. Weet ik. Goed, door. Ik heb een kaarsje meegenomen. Dit is de Sweet Vanilla Coconut. En die vind ik zo lekker. Als je net als ik bent, dan, en je houdt dus van kokosnoot. Alleen dan moet het wel echt kokosnoot zijn. En je houdt wel van vanille. Alleen moet het echt wel vanille zijn. Niet zo'n chemische geur waarvan je gewoon hoofdpijn krijgt. Dan moet je deze een keertje kopen. En het is echt een heel lief potje. En er zit dus gewoon zo'n draaideksteltje op. Waardoor je hem dus ook nog makkelijk dicht kan doen. Het potje eventueel voor wat anders kan gebruiken. En jongens, die geur. Het is niet te zoet. Het is gewoon tropisch. Het ruikt naar een tropische cocktail. En ik hou van tropische cocktails. Dus deze gaat aan binnenkort. Een vriendinnetje van mij waarmee ik was, die had zo'n earcuff op. Aan. Weet je wel, zo'n ding. En dat vind ik echt heel gaaf. En misschien dat ik hem ook wel een keertje laat zetten. Want ik kijk er nu wel heel vaak naar. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, weet je, daar kan ik het in ieder geval proberen. Dit is een setje met 4 oorbelletjes en dan zo'n earcuff. Ik heb aan allebei mijn oren heb ik 2 gaatjes. Dus dan kan ik mooi 1 pareltje en 1 diamantje in doen. En dan aan 1 van mijn oren die earcuff. Dus dat vond ik wel een heel leuk idee. Gewoon eens om uit te proberen hoe het me staat en hoe ik het vind. En dit setje was €2,50. Dan heb ik ook nog een setje armbandjes gekocht. Ook wel met het idee van, oh, die kan ik leuk combineren met bijvoorbeeld dat jurkje wat ik net liet zien. Want hier zit dus een gouden in, er zit een zilver in en er zit een roze goud in. En dat vind ik echt super handig. Als je dat nou doet, dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen, ik doe een zilveren ketting om en een gouden earcuff. Want dan maakt het allemaal niet uit, want het zit toch al op je hand. Dus dat vond ik wel een heel leuk idee en ik vind het heel subtiel. Het zijn eigenlijk best wel grote armbandjes. Maar ze zijn heel dun, echt super dun. En er zit dan een driehoekje, een vierkantje en een rondje op. Nou ja, helemaal prima. Deze waren ook €2,50. En dan als laatste, sokken. Ik neem eigenlijk altijd sokken mee als ik bij de Primark ben. Want ze zitten gewoon goed en ze blijven eigenlijk best wel lang mooi. Wat ik ook wel een plusje vind. En ik moest nu gewoon van die footies, heten ze volgens mij. Dat zag ik laatst ergens voorbij komen. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe we ze verder genoemd worden. Er staat hier ook verder niks op, maar volgens mij heten ze footies. En dit zijn 2 paar. En die waren €2. En dat was eigenlijk al alles wat ik heb gekocht bij de Primark. Niet zoveel, maar wel gewoon hele leuke dingetjes waar ik echt onwijs blij mee ben. Zeker met het blouseje, jurkje en het tasje. Ik vind het tasje wel echt heel erg leuk. Dus dat heb ik gekocht. En dan nu over naar de winactie. Zoals ik net al zei, ik heb dus de 1000 abonnees behaald. En nogmaals, het is echt niet superveel. Er zijn echt mensen met 1 miljoen abonnees. Maar ik vind het wel heel tof. Kan je je even voorstellen
1000 mensen, er passen geen 1000 mensen in mijn woonkamer. Dat gaat gewoon niet. Dat zijn echt heel veel mensen, dus dat vind ik gewoon leuk. En daar wil ik jullie gewoon voor bedanken. Dus ik heb een leuke winactie, althans ik vind het een leuke winactie, gemaakt. Ik heb een pakketje voor jullie samengesteld met wat spulletjes die ik heel erg leuk vind. In deze winactie zit onder andere een doosje met sticky notes, leuke roze notitieblokjes, een W7 lippaint, washi tape, een leuk spiegeltje. En natuurlijk niet te vergeten mijn favoriete zeep van Lush, Honey I Wash The Kids. Nou, dat is het setje wat ik voor je heb samengesteld. Ik hoop dat je het leuk vindt en ik hoop dan natuurlijk ook dat je mee wilt doen met mijn winactie. Daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. Dat is logisch, hè? Ik bedoel, ja, dat hoort bij mijn actie. Er zijn 3 dingetjes die je moet doen. Dat is 1. Je abonneren op mijn YouTube-kanaal. Mocht je dat nou hebben gedaan, dan is dat helemaal top. 2. Je abonneren op mijn Instagram-account. En ik zal even het linkje daarvan in de beschrijving zetten. En 3. Deel de foto van de winactie die ik op mijn account heb staan op Instagram met de hashtag DBWinactie. De Beauty Koffer Winactie. Dat is alles wat je moet doen. Helaas kunnen er geen mensen meedoen die een slotje op hun Instagram-account hebben. Want ik kan dan niet zien of je meedoet. Dus wellicht dat je hem er misschien eventjes af mag halen of iets dergelijks. Maar goed, dus met een slotje kan je helaas niet meedoen. Dus als je de winactie leuk vindt, doe dan vooral mee. En laat me dat ook zeker weten in de comments. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!